uiteindelijk was en wordt weer, denk ik, een plek waar je elkaar ontmoet en heel veel komt. Ik heb er ooit gewerkt, maar heel lang geleden. Echt in mijn begin, toen ik begin 20 was, bij de afdeling toegepaste kunst. En ben daardoor volgens mij freelance tentoonstellingsontwerper geworden. En van daaruit ben ik met architectuur gaan werken. Ontwerpbureau Concern heeft gewerkt aan het restaurantgedeelte. En er was iets met deze wand, wat eigenlijk al door de architecten gepland is. Deze wand en de wand die hier de hoek omgaat. Dat het zacht moest zijn, dat het groen moest worden, dat het letterlijk een verticale tuin zou worden eerst. En toen werd het vertaald in tapijt, omdat er met echte beplanting moeilijkheden met bacteriën en vochtigheid enzovoort zouden kunnen optreden. Dus we zijn gewend om toegepast te werken en daarom dachten wij, we moeten vooral iets maken wat berust misschien op de Nederlandse traditie van weven. En we hebben bijvoorbeeld damast als een echt Nederlandse traditie. En eigenlijk doen alsof je met schaduwen werkt. En dus werd het een kleurloos ding. Ook de reactie op de kleuren die Concern al toepast. En de kleuren die Bentham en Crowell al toepassen in het gebouw. En dan is het geïnspireerd op alle informatie. Dus we zijn geïnspireerd door wat zit er eigenlijk achter deze muur. We zijn geïnspireerd door de connectie tussen oud en nieuw. We zijn geïnspireerd door de plek van dit gebouw voordat het stad werd. Het was hier gewoon polder met boerderijen en groentetuinen. De engelwortel is een eetbare plant. Het is een bloem die eigenlijk toen hier heel waarschijnlijk al groeide, een schermbloem. Dus het florale en het architecturale en ook het wiskundige, alles zit eigenlijk in dit verhaal. Dus we zijn met Desso met hun vliegtuigtapijt gaan werken. Maar we hebben eigenlijk alle steken met hun naar boven gehaald die je maar kunt bedenken. En wat we geprobeerd hebben om eigenlijk dus met de meest contrastrijke kleuren zoveel mogelijk nuances te ontwikkelen. Zoveel mogelijk grijzen die je kunt bedenken. Het is ook geïnspireerd op een moderne gobelin. En eigenlijk zoals moderne gobelins vertellen een heel verhaal, een hele gelaagdheid. En eigenlijk al die lagen die zijn allemaal gekoppeld aan een steek. En die zijn dus weer door elkaar verweven in dit tapijt.